door de komst van vluchtelingen en de aanslagen in Parijs van afgelopen vrijdag zijn er mensen op Facebook en op Twitter die hele sterke meningen aan het verkondigen zijn. Wij van Stad waren heel benieuwd of de jongeren hier ook aan meededen. En wij zijn de straat op gegaan om te vragen wat zij wel kunnen en wat zij niet, vind ik. Wat is jouw grens? Voor mij is de grens als mensen haat gaan spreken. Ik bedoel, hou respect voor de mensen. En ik begrijp dat je je mening wil uit in de wereld. Maar wees beleefd. Ja. Ik vind dat je moet zeggen wat je een persoon, wat ik nu bijvoorbeeld tegen jou zou zeggen, dat zou ik ook op Facebook kunnen zeggen. Ik vind dat niemand gediscrimineerd mag worden op het internet. Ik zeg dat je alles zelf op je eigen profiel mag posten wat je wil. Maar je moet natuurlijk wel een soort grens trekken van wat kan, wat is normaal. Want je verschilt je natuurlijk op internet achter het internet. Je kan iedereen zijn wie je wil. Maar ja, net zoals in het echte leven, je gaat geen rare dingen op straat doen waarvan je zelf denkt, dit kan eigenlijk niet. En dat vind ik, doe dit op internet ook niet. Heb je onlangs iets gelezen op Facebook of op Twitter of waar je ook op zit, wat je zoiets had van, dat gaat echt te ver? Ja, waar niet? Dumpert, Twitter, Facebook, overal. Ik zag laatst bij iemand die ik ken op hun Facebook staan na het hele Parijs gebeuren van alleen Poetin kan dit oplossen. Toen dacht ik van, donderstraal even heel snel op. Nou, ik heb eigenlijk geen vrienden op social media die dat soort dingen doen. Van, die mensen wil ik eigenlijk niks te maken hebben. Of die zijn niet in mijn vriendenkring. Dus ja, ik kom dat eigenlijk weinig tegen. Laat ik zeggen dat er niet echt veel diepgang in die post zit, laat ik zo zeggen. Heb je zelf wel eens ooit iets online gezet waarvan je dacht van, dit is toch niet heel slim? Nee. Nee, dat heb ik eigenlijk nog nooit gedaan. En als ik dat heb gedaan, dan had ik nooit echt negatieve reacties. Ja, volgens mij doet iedereen dat wel eens. Maar ja, dat zijn dan kleine dingetjes, niet hele erge dingen. Dat denk ik toch wel van tevoren na van, dat ga ik niet doen. Dat backfired enorm en dan krijg je het terug. Ken je iemand die dat wel ooit heeft gedaan en daardoor in de problemen is gekomen? Niet door in de problemen is gekomen, maar misschien wel gaat komen. Oké, vertel eens. dat ga ik niet zeggen.